Prima, je bent weer live. Jesse van der Zanden, Jesse van Haals, Laura Wissing, Rita Beers en Rebecca Suyo. Who is all the teams a very good game. Ja, was hem? Nou, oké. Hoi. Mooi. Adem. Maar bleef natuurlijk op dat tweede honk staan. We zitten in bottom 2. We hebben een loper op 2 en Cindy van der Zanden aanslaat. Bobs! En die gaat er ook door. En die net in het linkse veld. En die net rent door naar. En is binnen. En safe daar, Cindy van der Zanden. Een double. En dat is prima gedaan van het Nederlandse team. Dat hier dus uitloopt nu naar een 1-0 voorsprong. En we houden een loper op 2. En nu gaat ze wel weg. Gaat die vallen? Ja, dat is een Kim Donkertje. Die komt precies tussen de interviel. En er wordt ook gescoord. 2 keer wordt erop gescoord door Nederland. En dat betekent dus dat we nu 3-0 hebben voor de thuisploeg. En hebben we een loopster op het eerste honk. En nu gaan ze wel. En dat is een Kim Donkertje. Ja, en die valt precies tussen het infield. Oh, die wordt daar gemist. En Laura Wissing stoomt door naar thuis. En scoort daar ook. En Brenda Beers blijft op het tweede ook. Oh, dat is een misselijke voor het Duitse team. Ging daar, kwam daar neer, draaide helemaal door. En het betekent dat er weer gescoord is door het Nederlandse team. Die lopen dus nu uit naar 4-0. 1-3 voor Nederlands. Er is nog geen 0. En nu, wat een bedoeling. En ze gaat ook uit, maar ze slaat wel Wies Lichtvoet binnen. Dat is dus het volgende punt. De first out is made in the fifth inning. En de run is scored by Wies Lichtvoet. En voor de Dutch team, die net hosting. Hopsa! En dat is een lekkere tik hoor. En die gaat door. Riangela komt thuis en dat is de volgende punt. Gescoord door Nederland. 6-0. En nou wordt het krap voor de Duitsers. Want ik dacht even, ze gaan er een goed resultaat uit halen. Maar dan moet er geen punt meer worden gescoord. Want anders is die hele wedstrijd alweer afgelopen. Dan gaan we nu eens kijken wat deze pitcher ervan maakt dan. Oh! Dat is mooi gedaan. 2-3. En de derde 0. En daar kan Pa van genieten hoor. En Pa kijkt dan ook een keer naar die herhaling die voor je neus staat. Daar doe ik alles voor. Oké, okay, jongen. Daar komt hij. Ik heb ze langzaam hoor. Gepakt. En weg was hij al. En daar is hij. Oh, geweldig gedaan, Maxime. Goed zo, Messi. Wies Lichtvoet wordt erbij gezet. Ja, die wordt erbij gezet. We krijgen dus bases loaded. En aan slag hebben we nu Riangela, Flanagan. En ik weet niet of dat wel een goede zaak is wat die Duitse coach daar doet. Want Flanagan is een hele goede slagvrouw. Also, bases loaded. En Hannah Held moet zich verteidigen tegen Flanagan. En die gaat daar vallen. Jawel. En hoppakee. En binnen. Ja. En dat ball is game. Een 7-0 ball game. En dat betekent een einde aan deze wedstrijd. Met 7-0 wint Nederland in 6 inningen van Duitsland. In de Mercy Rule. Wij zijn er over een klein half uur weer, denk ik, Hans.